Welkom, dit is aflevering 7 van Rivor Vlogs, hobby's. Dag, ik ben Joke. Ik ga jullie vandaag iets vertellen over mijn hobby's. Eerst ga ik jullie vertellen over mijn hobby's buiten. Ik fiets heel graag. Ik fiets bijna iedere dag. Ik doe de boodschappen op de fiets. Ik ga naar de apotheek op de fiets. Maar in het weekend ga ik ook vaak samen met mijn man een middag fietsen. We fietsen dan langs in het bos of langs de rivier. We kopen een ijsje of drinken koffie. Ook leuk om buiten te doen is wandelen. Dit zijn mijn wandelschoenen. Wandelen doe ik nooit alleen. Altijd samen met mijn man. We gaan dan eerst met de auto naar het bos. En dan gaan we daar lekker wandelen. Dan nu mijn hobby's die je binnen kan doen. Ik brei een trui. Ik brei een trui voor mijn kleindochter. Kan je zien wat dit is? Prachtig, Joke. Ik denk een dolfijn. Ik lees graag een dik boek. Ik lees iedere dag. Ik lees in de stoel. Ik lees op de bank. Of ik lees in mijn bed. Weet je hoe dit heet? Dit is een puzzel. Een puzzel met 1000 stukjes. En de puzzel gaat over de markt. Weten jullie hoe dit muziekinstrument heet? Dit is een klarinet. Iedere maandagavond ga ik oefenen met andere muzikanten. Tot de volgende keer. Dit waren de hobby's van Joke. Wat zijn jouw hobby's? En welke hobby's kun je nu veel doen, nu je veel binnen zit? En zijn er ook nog hobby's die je buiten kunt doen? Stuur een foto of filmpje van jouw hobby in de groepsapp van jouw klas. Dit is het einde van de aflevering. Bedankt weer voor het kijken en tot morgen!